Hallo allemaal, hier even een instructiefilmpje over hoe je nu het schaduweffect op de buizen tekent bij de tekening van de nachtmerrie van een loodgieter. Zoals jullie hier zien heb ik hier al wat schaduweffect aangebracht. Ik heb dat gedaan door eerst wat donkere zijkanten in te kleuren en dan wat streepjes te zetten naar het midden toe. We gaan samen eventjes dit buisje proberen. We zullen hier beginnen. Zoals jullie zien heb ik buizen getekend die elkaar overlappen en hier het kader uit verdwijnen. En ik wil graag dat ik bij jullie heel veel verschillende buizen zie. Dus dan begin je zo, zoals we eigenlijk ook bij de lusvisjes hebben gedaan. Dit heb ik al veel bij die van jullie allemaal gezien, bij jullie tekeningen. Maar dan, om wat schaduw te creëren, ga je hier nu nog wat streepjes zetten. En zo naar het midden toe. En dat is als het licht in het midden van de buis valt. Zo. Wat je ook kan doen, en dat ga ik bij deze kleine buis laten zien, is als je het alleen maar aan de zijkant aanbrengt. Dus dan zorg je dat het aan één kant donker is, heel donker, en dan overgaat naar steeds lichter. Dat laat je dan ook zo doorlopen. Dan mag echt heel donker zijn aan één kant en dan steeds lichter worden naar de andere kant. Als je viezigheid laat lopen uit een buis, zorg dan dat de binnenzijde van de buis donker is. Even een ander kleurtje pakken. En dan kun je nu zorgen dat het echt lijkt alsof die buis rondloopt door zulke streepjes te zetten. En dan hier nog wat donker effect te geven. De rest van de buis haal je lichter. En daar loopt dan ook de viezigheid eruit. De drap. Dus laat de buizen over elkaar lopen. Laat ze door elkaar lopen en van het blad af. En tussendoor mag je heel veel viezigheid tekenen. Ik heb er hier nou nog niks getekend, maar ik verwacht van jullie heel veel spinnenwebben, vleermuizen, schedels. Bedenk maar wat je leuk vindt om te tekenen. Ja? Als je nog vragen hebt, kun je mij altijd een mailtje sturen. Dan wens ik jullie nog veel succes met jullie tekening en hopelijk tot snel. Dag!